Dames en heren, ik wil graag een groot compliment geven aan de stichting Joop den Uyl-lezing, omdat ze Frans Timmermans hebben gevraagd deze lezing te houden. Want we hebben een bevlogen, inspirerend, optimistisch en realistisch verhaal gehoord. En ik denk dat we daar allemaal naar snakken. En ik heb het bijzonder op prijs gesteld dat je terug bent gegaan eigenlijk naar de oorsprong van de sociaaldemocratie om het verhaal aan op te hangen. En dat is een oorsprong van een strijdbeweging, een bevrijdingsbeweging, het opkomen voor verdrukte der aarde. We streden tegen de kroeg, de kerk, het kapitaal, de koning en de krijgsmacht, de 5K's. En zeker, niet alles is gewonnen. Maar wat is nou het mooie? Frans Timmermans heeft daar vanavond een zesde K aan toegevoegd. Want die klimaatverandering, die pakt net zo onrechtvaardig uit. Die slaat meer neer in arme landen. Arme mensen hebben meer last van die ongezonde lucht. De prijs wordt veel meer betaald door mensen die zich niet kunnen permitteren om te ontsnappen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dus net zo bedreigend voor een eerlijke samenleving als die andere systemen die mensen beperken in hun mogelijkheid zichzelf te zijn en gelukkig te worden. En daarom is het ook bij uitstek een sociaal-democratische oplossing. Opdracht om hier wat aan te doen. En dat heb je prachtig geschetst. En bovendien ben je wat mij betreft helemaal in de geest gebleven van de naamgever van deze lezing, omdat Joop den Uyl met grote regelmaat in de opsomming van de problemen waarmee we ons geconfronteerd zien milieuverontreiniging noemde. Hij schreef aan in de inleiding van het verkiezingsmanifest in 1963... deze tijd biedt bij uitstek de kans tot een geweldige verbetering van de kwaliteit van het bestaan van ons allen, terwijl tegelijkertijd vernietiging en ondergang dreigen. Met andere woorden, die combinatie van de opdracht om juist de kwaliteit van het bestaan te verbeteren, maar oog te hebben voor de fnuikende, funeste gevolgen van een economie die gebaseerd is op uitbuiting en op een oneerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen, dat is bij uitstek een sociaal-democratische opdracht. En als we dan kijken hoe het nu in Nederland gaat, We bevinden ons in de gelukkige situatie dat wij onderdanen zijn van een land met het groenste kabinet ooit. Daar zullen wij trots over vertellen aan onze kleinkinderen. En als je ziet hoe ze dan daarmee omgaan, dat schept toch een zekere verwachting. Dit is eigenlijk de eerste concrete beleidsdaad geweest van het kabinet om de energiebelasting op de rekening met 100 euro te verhogen. Met nul klimaateffect. Met een denivellerend effect op de mensen die het raakt. Want het raakt arme mensen veel meer dan rijk. En de opbrengsten daarvan zijn gebruikt om het toptarief te verlagen. Dat moet je dus niet zo verbaasd zijn dat mensen achterdochtig zijn. En dat maakt wat mij betreft dat de boodschap ook moet zijn, ook, laat ik me even richten tot, laat ik maar zeggen, de meer groen-liberale vrienden. Die deels natuurlijk een bondgenoot hierin zijn, omdat ze heel goed zien hoe belangrijk dit is. Maar stel nou dat je deze opdracht voor je ziet en je realiseert je dat heel veel Nederlanders, heel veel Europeanen, de afgelopen jaren hebben gehoord, natuurlijk willen we vooruitgang, maar we moeten eerst de bankencrisis oplossen. Natuurlijk willen we vooruitgang, maar we zullen eerst de staatsschuld op orde moeten brengen. Natuurlijk willen we vooruitgang, maar eerst, altijd eerst iets anders. En je ziet dan dat de leiders van die beweging zeggen, ja, nu moeten we eerst dit doen. En kansengelijkheid, dat is iets meer voor een lezing, voor een volgend kabinet. Dat kan dus niet. Dat kan dus niet. Het moet andersom. Kansengelijkheid, verbetering in het bestaan, toezicht, toegang tot een fatsoenlijk werk, na de mijnen, toegang tot een woning, tot gezondheidszorg, maar ook toegang tot een beter leven voor de kinderen, is essentieel om deze verandering op een rechtvaardige wijze vorm te geven. En ik zeg u, als we dat niet in die volgorde doen, dan gaat het ook niet lukken. En daarom is het en een zegen dat deze portefeuille beland is bij een ware sociaaldemocraat. Iets waar ik en heel velen met mij ongelooflijk trots op zijn. En is het van evenveel belang om ervoor te zorgen dat ook in dit land we ten alle tijden duidelijk maken, het is niet of-of. Het is en-en. Vooruitgang voor de mensen die kampen onder een ongelijke verdeling van kennis, macht en inkomen is een voorwaarde, een preconditie
om deze verandering vorm te geven ten behoeve van ons nu en van de generaties na ons. Frans, zeer bedankt voor je inspiratie.